Goed, we zijn aangekomen bij, jij zei The Quarry. Ja, ik weet niet of dat een goed, nee, dat is niet een goede benaming. Het is een sawmill, denk ik. Ja. Dit kunnen we. Misschien gaan we hier wel leren over die kleurtjes. Ik denk dat we hier iets gaan leren over synchroon dingen doen. Kijk. Oh. Lijp. Maar hoe weten we? Waarom is dit goed? Ik heb geen idee. Is dit goed? Vaasjes. Vaten. Fasen. Zijn die kleuren relevant? Weet ik niet. Hier moet stroom op. Mm-hmm. Hier zijn heel veel stroomdingen. Hier is een puzzel. Mm-hmm. Kijk, synchroon. Loopt synchroon. Loopt synchroon. Is goed. Synchroon. Het wordt slechter zichtbaar daar, zie je. Ja. Oh, ik kan daar niet heen. Omdat daar aan de rechterkant zit een tegens. Naar beneden. Zo moet ik onderlangs, zo moet ik zo. Ik moet rekening houden met de andere kant. Mm-hmm. Kijk. Ik moet rekening houden met de andere kant. Lekker hoor. Dat kan zo. Dat wordt ons niet makkelijk gemaakt. Nee. Die is afgeplakt, daar kan ik niks doen. Hier zijn ook weer twee oplossingen mogelijk. Ja. Quayo. Waarom is het ding open? Hier zit een ding waar stroom op moet. Ja. We hebben deze stroom geactiveerd. Die gaan we even volgen. Die gaat hier naartoe. Kijk. Dit is weer synchroon. Ja. Lekker. Wordt synchroon. Wordt synchroon. Ik kan daar niet heen. Zo. Die stroom gaat nu hier overheen, hier naartoe. Synchroon. Dat kan niet. Dat kan ook niet. Dit kan wel. Oh. Dit ding is gevouwen. Dat kan niet. Dan komen we niet uit. Nee. Ja. Nu nog. Ja. Dan naar rechts. Of naar. Ja. Ja, heel goed, heel goed. Oh, dit wordt makkelijk zeg. Kunnen we niet hier zelf draaien? Nee, dat ding is gewoon kapot. Loopy. Dit is wel een beetje weird, maar we hebben het wel. Ja. Volgstroomdingetje. Gaat naar start. Gaat naar buiten. Huh? Gaat naar helemaal naar buiten. Wow, yo. Gaat naar, wat zijn dat, wortels? Huh? Kijk eens, we komen in één keer hier helemaal bovenuit. Oké. Okay. Is dit ook synchroon? Nee, dit is weer bolletjes pakken. Mm-hmm. Oké. Okay. We kunnen daar ook nog het dak op. Mm-hmm. Nou goed, bolletjes pakken. Toch? Ja. Hoe kunnen we die twee pakken? Ik zou eerst... Ja, nee. Jawel, jawel, jawel. Oh, jawel. Oké. Okay. Die zit afgeschermd, omdat daar stroom moet komen vanaf hier. En die zit hierop. En die zit hierop. Ah, en hier beginnen we. Synchroon bolletjes pakken. Kijk, we komen er. We komen er.
Synchroon bolletjes pak. Dat kan niet. Zo wel. Nee. Nee. Zo. Ja. Dat wordt ons niet makkelijk gemaakt, hè? Lekker. Ja. Oh, alles in één keer op dit bord. Ja. Dikke flex. Oh, wat is dit? Oh, op kleur. Hetzelfde idee. Ja. Hetzelfde idee op kleur. Hier hadden we twee uiteindes mogelijk, zeg je dat? Mm-hmm. Zwarte denk ik is, maakt niet uit. Mm-hmm. Wacht. Nee. Kan niet. Nee, zo kom ik niet bij het einde inderdaad. Hoe gaan we dit doen dan? Zo ga ik met groen over blauw. Of mag dat ook? Wie weet. Nee, nee, dat mag niet. Ah, waar ik klik is blauw. Oh. Ik klikte net rechts en dan kreeg ik rechts... Dus het maakt toch ook nog uit waar je klikt, hebben we nu ook geleerd. Mm-hmm. Kijk. Mm. Dan kan je het beïnvloeden. Dat is wel nice. Ja, ja, zo kun je het beïnvloeden. Kom ik niet uit. Nee, we moeten even tactisch nadenken. Nee, dan mis ik die. Dan mis ik die ook. Dan mis ik die. Andersom begin? Nee, dan heb ik die gele niet. Dat kan niet. Dat kan het niet zijn. Ja, of juist wel. Die gele er helemaal omheen moet. Mm-hmm. Ja, dat kan toch niet? Als blauw naar beneden moet, kan geel er al niet meer langs naar de finish. En dan kruis je elkaar. Ja, dat kan niet. Nee. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. En die moet dan zo beginnen of die moet in een terughoek? Een terughoek? Nee, dat kan niet, want dan kan ik die niet pakken. Die moet wel zo beginnen. Dat kan het niet zijn, want dan kan ik die gele niet pakken. Kom ik ook niet uit. Nee, dan pak ik die, kan ik die bovenste niet meer pakken. Jawel. Mm-hmm.
Ja. En nu heb ik ook gele en groene stro. Mm-hmm. Die gaat naar dit bord. Het wordt steeds ingewikkelder. Oh, oh, oh. Dat kan niet, de kruisen elkaar. Het kan op geen enkele mogelijke manier zonder elkaar te kruisen. Behalve als we het zo doen. Kijk. Waarom is die gele zo vervaagd? Zie je dat? Hij werkt wel, maar die gele is vervaagd. Die gele is nog meer vervaagd. Moeten we dit straks blind gaan doen? Dat die gele straks helemaal weg is. Dat zou vervelend zijn. Oh, hij wordt heel vaag. Ja. Dit was heel makkelijk. Ja, hij is weg. Hij is weg. Lekker. Oh, dit is een kunst, jongen. Ja, maar je lijkt. Dit is een goede truc, hè? Hey. Oh, ik kon al verder. Ik denk, hè, waarom kon ik niet verder? Maar oh, nou heb ik helemaal geen groen. Ik heb alleen maar geel. Oké. Ik krijg echt pijn aan mijn hersenen van. Blind puzzels oplossen. Niveautje hoor, niveautje. Nu kunnen we dit hek openen. Mm-hmm. Het is blauw of blauw? Nou, dat was makkelijk. Mm-hmm. Hier gebeurt iets groots. Ja. Stippen. En dit is gewoon de normale dan, denk ik. Normale doolhofpuzzel? Mm-hmm. Nee. Waarom niet? Oh, dit is gespiegeld van dit. Oh. En dit moeten we nu hier identiek doen, denk ik. Ja. Denk je niet? Dat lijkt me wel. Dat lijkt jou wel. Dat lijkt jou wel. Dus dan doen we dit naar de hoek. En dan hier moeten we een S maken. Ja, oké. Okay. Deze. Zo.
En dat betekent dan voor de overkant. Slaan we even op in ons hoofd. Want hij is ook nog gespiegeld, hè? Die omlaag, die omhoog, eromheen, zo. En dan komen we bij deze. Verschillende beginpunten mogelijk. Eigenlijk niet, want deze zitten allemaal in een hoekje, dus die moeten, we moeten links beginnen. Kijk. Zo. En dit betekent dan voor de andere kant. Is die ook weer gespiegeld? Ik denk het wel. Ja. Hoek beginnen. Die. Helemaal naar beneden. Die. Zo. Hé. Hey. Mm? We hebben een kist geopend. Er komt een apparaat uit. Een roestig apparaat. Wat is het? Geen idee. Een kanon? Een camera lijkt het. Nee, het lijkt echt een kanon. Ja. Het ziet er wel lijp uit. Gaan we het nog over. Wat gaat hij doen? Ik heb geen idee. Niks, lijkt het. Hij richt op die berg daar. Mm-hmm. Ja. Hij beweegt nog steeds. Oh. Oh! Wat? Oh, dit zat in die gameplay trailer. Is dat zo? Ja. Er zijn volgens mij, wat ik gezien heb, is dat er meerdere kanonnen zijn die op die berg richten. Ah, en dan is die berg natuurlijk het einde van de game. Ja. Oké. Laten we nog even... Zou dan elk gebiedje een kanon moeten hebben? Dat zou kunnen, maar ik wil nog even bij die sawmill kijken. Want dat eerste stroompje wat we hadden aangelegd, dat kon ook een andere kant op. Ja, klopt. En we kunnen hier nog het dak op. Stroompje. Nee, dit hebben we opgelost. Mm-hmm. Die ging naar hier. Dit kan allemaal maar één kant op. Dit ging naar hier. Mm. Dit ging naar hier. Dit ging naar hier. Wat is hierin? Niks. Dit ging naar... Nee, dit kan maar één kant op. Maar moeten we niet iets met die vazen nog? We kunnen hier nog omhoog. Hey. Oh nee, hier komen we uit. Ja. Waar kunnen we het dak op dan? Hier zo? Hm? Ja, hier kunnen we het dak op. Mm-hmm. Waarom is dat belangrijk? De vraag is dat belangrijk? Ja, waarom kan het? Ja. You tell me. Alleen voor de lols. Veel lols, man. Kijk, ik vind er wat voor te zeggen. Ik kan niet springen, Toes. Dat dit lijnen zijn waar je kan tekenen. Ja, inderdaad. Dat dacht ik ook. Maar hier vandaan... Is dat niet. Hmm. Maar goed, ik stel voor dat we hier ook weer een checkpoint gaan ingelasten. Ja. En die gaan wij dan noemen. Dit was de sawmill, zeiden we. Mhm. Maar we hebben daar vandaan ook deze berg beklommen. Met lijp kanon. Met lijp kanon. Een dikke 9 mm met laser. Hé, hey, wat is dit? Ah. Oké. Okay. Zijn dit tekeningen van alle puzzels die wij hebben opgelost? Geen idee. Bijzonder. Hier staan allemaal tekeningetjes op. Ja. Zijn het letters? Hoe zijn het letters? Interessant. Daar is een woestijn.
Ik stel voor dat we dat de volgende keer gaan doen. Alright, dan gaan wij dit noemen. Hoe gaan we dit noemen? Ik ga het gewoon de sawmill noemen, ik vind het goed. Wat is hier? Daar zijn we wel geweest. Weet zeker? Hey, wacht. Die stroomkabel is niet aan. Hier ligt een ding. Ja, hier is er eigenlijk. One nature, perfect and pervading, circulates in all natures. One reality, all comprehensive, contains within itself all realities. The one moon reflects itself wherever there is a sheet of water. And all the moons and the waters are embraced within the one moon. Okay. The absolute of all the Buddhas enters into my own being. And my own being is found in union with theirs. The inner light is beyond praise and blame. Like space, it knows no boundaries. Yet it is even here, within us, ever retaining its serenity and fullness. It is only when you hunt for it that you lose it. You cannot take hold of it, but equally you cannot get rid of it. And while you can do neither, it goes on its own way. You remain silent and it speaks. You speak and it is done. Dus de game zit vol wijsheden. The gate of charity is wide open, with no obstacles before it. Yang Cha Ta Shi, circa 700. Wat? Oké. Nou ja, jij zei we zijn hier al geweest, maar een mooie lore. En daar beneden. En daar beneden is ook nog iets wat stroom een geeft. Een kabel, ja. Waarvan ik denk, dat hoort toch bij hetzelfde gebiedje. Hier zijn we wel geweest. Kunnen we hier nog verder naar beneden lopen? Nee. Jawel. Hey. Okay. Maar waar begint hij dan? Niet hier. Volgkabels. Volgkabels. Kabels door water. Hallo Adriaan. Hier begint hij. Gespiegeld. Volg raampjes. Hoe weet ik wat wat is? Hij pakt hem zo. Ah, ik moet die stenen ontwijken, denk ik. Zie je dat? Ja. Hey. Nou, we doen dit er gewoon nog even bij, mensen. Ja, deze, zeker. Hij pakt automatisch stenen. Zie je dat? Mhm, ja. Wacht. Nee, dat is niet gespiegeld. Zie je dat? Hier moet ik omheen. Ik snap niet wat ik moet doen. Of moet ik kijken hoe hoog die steen is? Die linkersteen, daar is net zo hoog als de meest rechtersteen. Dus dat zou dan betekenen dat hij daar omheen moet. Dan hier daar omheen, beneden, dan zo en dan zo. Ja. Naar overkant. Hier zijn weer stenen. Nee, hier is één steen. Huh? Huh? Deze hoort bij dat. Dan horen die drie bij deze. Ja. Dat is dan. Als dit de kleinste is, dan is dat 2, 1, 3, 2. 2, 1, 3, 2. Oh! Lekker hoor. Ik zal een timestamp. En dit is dan, wat hoort hier bij elkaar? Oh, dit klopt weer gewoon, denk ik.
Nee, die onderste steen. Ja, die hoort er wel bij. Die moet erbij. Die moet erbij. Die moet dan zo. Kan het zo? Ja. Ja? Ja. Dan is dit alweer de laatste. Maar welke stenen pakt deze dan? Aan de andere kant die palmbomen. Palmbomen. Kan er niet omheen. Dat zou dan zijn 3, 2... Dat is niks. 3, 2, 1, 3? Nee, 3, 2, 1, 2. Ja. 3, 2, 1, 2. Nee. Nee. Maar ik vond het een nodig poging. 2, 1, 2, 3. 2, je begint 1. Aan de linkerkant van dat ding. 2, 3. 2, 1, 2, 3. Ja, Murphy. Lekker, Murphy. Dit levert ons verder niks op. Nee, hij gaat nog verder. Oh nee. Nee, ja, dit is het einde. Maar het levert ons completionism op. Ja. Iemand heeft hier gechilled. Mm. Ja, het levert ons niks op, behalve completionism. En zelfrespect. Dat we dit toch even gefixt hebben. Kijk, want het eiland komt ook steeds voller te liggen met kabels die kloppen. Mm-hmm. Dat lijkt me relevant. Ik weet nog niet voor wat, maar daar gaan we ongetwijfeld later achter komen. Goed, mm-hmm. Dames en heren. Wij gaan nu dit wel afronden. En dan gaan wij dit noemen... Ocean View. Ja. Want daar ging het uiteindelijk om. En hier ligt ook zo'n ding. Wacht. We dachten dat we klaar waren. Ja. Formerly, you appeared to me, O Lord, as invisible... by every creature, because you are a hidden, infinite God. Infinity, however, is incomprehensible by every means of comprehending. Mm. Later, you appear to me as visible by all. For a thing exists only as you see it, and it would not actually exist unless it saw you. For your vision confers being. Since your vision is your essence. Thus, my God, you are equally invisible and visible. Filosofisch. As you are, you are invisible. As the creature is, which exists only in so far as the creature sees you, you are visible. You, therefore, my invisible God, are seen by all. And in all sight you are seen by everyone who sees. You who are invisible, who are both absolute from everything visible and infinitely super exalted, are seen in every visible thing and in every act of vision. Therefore, I must leap across this wall of invisible vision to where you are to be found. But this wall is both everything and nothing. For you, who bijzondere lessen voor 's avonds laat. Things, nothing at all. Dwell inside that high wall which no natural ability can scale by its own power. Nicholas of Cusa, 1453. Nicholas of Cusa, 1453. Oké. Okay. Worden hier gedichten voorgelezen van mensen uit de geschiedenis? Guess so. Daar lijkt het op. Dit lijkt wel vissen. Dat maar lijkt het zeker. Het zijn die boomwortels, maar het lijkt op vissen. Ja, cool. Dat is interessant. Nou, voor de vierde keer deze video... gaan we de video afsluiten. Dat doen we hier op het altaar waar we zojuist een laser hebben geactiveerd. Ja, en dan gaan we dus de volgende keer maar naar de woestijn, denk ik. Dat denk ik ook. Oké, okay. Nou, ik ben tevreden over deze sessie. Ik ook. Nou, dan hopen we jullie te zien in de volgende sessie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later.